viruswappies en mensen die zonder na te denken dit soort dystopische maatregelen overnemen en inderdaad in hun eentje in een auto gaan zitten met een mondkapje op of door het bos gaan lopen met een hond met een mondkapje op. Oud-VVD'er Wieberen van Haga strijdt al maanden in de Tweede Kamer voor transparantie, nuance en eigenlijk de vrijheid van het Nederlandse volk ten aanzien van de coronacrisis die meer te maken lijkt te hebben met politieke keuzes dan met een virus. Maar het wordt wel heel lastig als je de mond gesnoerd wordt. En het is vandaag gebeurd. Op 24 december, kerstdag, is Wieberen van Haga van LinkedIn gegooid. En zo is een belangrijke volksvertegenwoordiger simpelweg monddood gemaakt. Wieberen, welkom in de studio en vooral welkom in de club. Ik ben ook van LinkedIn gegooid. Ja, ik lach er bijna om, maar het is natuurlijk diep treurig. Wanneer kwam jij erachter? Vanochtend? Of werd je geappt door mensen? Hoe ging dat? Ja, vanochtend ik kreeg allemaal DM'tjes, appjes. Ik had het eigenlijk zelf niet zo door. Maar ja, ik vind eigenlijk dat niemand van LinkedIn gegooid moet worden. Of je nou politicus bent of niet. Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. En ja, ik ben me ook eigenlijk van geen kwaad bewust. Ik heb nooit iets opruiends gezegd. Dus het is heel, heel erg vreemd. We gaan even naar de tweet kijken. Want jij berichtte... net ontdekt dat LinkedIn-account is verwijderd. Ben erg benieuwd waarom. Nou ja, dit is dan het berichtje wat je krijgt. Ik ken het berichtje. Uw account is beperkt. En dan zijn dit de verklaringen. Hè? De mondkapjes, die werken niet. De IFR, daar heb jij een mededeling over gedaan. Dat is gewoon heel feitelijk. Hè? Een bron van de WHO. En dat de coronamaatregelen disproportioneel zijn. Of niet proportioneel. Dat is een mening. Dit waren de drie hoofdredenen waarom jij van LinkedIn bent verwijderd, begrijp ik. Ja, nou, dit is een beetje mijn interpretatie. Hè? Je kreeg een mail van LinkedIn en daarin zeggen ze... nou, deze verschillende berichten die vinden wij zo onoorbaar dat we je hebben verwijderd. En ja, dat in het kort kwam het hierop neer. Ik had één keer een bericht gestuurd over of gepost over mondkapjes. Nou ja, mondkapjes is ja, daar kun je voor of tegen zijn. Maar in ieder geval heeft het RIVM 10 maanden lang volgehouden dat mondkapjes niet werken en alleen maar schijnveiligheid geven. En je had ook nog een immunoloog. Carla Peters. Carla Peters, ja. Professor dokter ingenieur. Nou, daar moet ik van af zijn. Maar in ieder geval voldoende wetenschappelijk onderlegd. En die had op een gegeven moment iets gezegd over dat het langdurig dragen van niet-medische mondkapjes zelfs gezondheidsschade kon opleveren. Nou ja, dus daar heb ik een bericht aan gewijd. En dat was niet echt mijn mening. Ik ben het er wel mee eens, want ik vind het heel vreemd dat als je eerst 10 maanden lang roept dat mondkapjes niet werken, dat de overheid vervolgens, die zou moeten luisteren naar het RIVM en zou moeten luisteren naar de wetenschappers, komt met een mondkapjesplicht. Ja, Carla Peters die is inderdaad hier in de studio geweest. Heeft daar een enorm betoog over gehouden over de zinloosheid van die mondkapjes. En trouwens ook de gevaren ervan. Hè? Want het is ook niet zonder gevaar wat betreft bacteriën, schimmels en CO2-inademing. Maar Rutte, daar refereer jij terecht aan. Maar ook het RIVM en allerlei andere instituties hebben maandenlang geroepen dat het niet werkt en dat er schijnveiligheid is. En daar hebben we natuurlijk een fragment van. Heeft u nou wel eens de neiging als u over straat gaat om een mondkapje op te doen? Op dit moment zeggen onze deskundigen dat is niet nodig. Als u een mondkapje op zou doen, dat zou geen bescherming bieden. Toegevoegde waarde van zo'n mondkapje is er eigenlijk niet of nauwelijks. Het biedt echt een vorm van schijnveiligheid, dus laten we dat nou niet doen. In Duitsland is het vanaf maandag verplicht om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Ook in veel winkels geldt die maatregel. Vanaf zaterdag moet iedereen in België een mondkapje dragen in openbare ruimte. En als de bussen en treinen straks weer voller raken, zal 1,5 meter afstand niet langer altijd haalbaar zijn. Vandaar dat we per 1 juni als regel hanteren dat iedereen in het OV een mondkapje draagt. Wie straks vliegt, moet een mondkapje op, ook op het vliegveld. Oké, eerst werd aangekondigd door Jaap van Dissel, RIVM, dat mondkapjes nauwelijks zin hadden. Later werd gezegd dat ze toch gebruikt moeten worden in het openbaar vervoer en het vliegtuig. Hoe is dat met elkaar te rijmen? Verwarrend. Ja. Maar wel ook wel weer verklaarbaar volgens mij. Kijk, het hele probleem met die mondkapjes is de medische mondkapjes voor een chirurg, die werken. Die mondkapjes die we opzetten op openbaar vervoer werken ook wel een beetje, maar hebben natuurlijk lang niet die werking. En de zorg van de deskundigen tot op de dag van vandaag, terecht denk ik, is
dat als je zo'n mondkapje verkeerd gebruikt, je gaat eraan pulken, dan werkt hij niet meer. En het risico van het mondkapje is dat je denkt, ik heb een mondkapje, dus ik hoef de andere maatregelen minder precies te volgen. Mijn handen minder te wassen. De schijnveiligheid, zoals Hugo de Jonge. De schijnveiligheid. Ja, de schijnveiligheid van de mondkapjes. Ja, we kunnen het nu in detail gaan hebben over de mondkapjes. Laten we dat niet doen, daar is al heel veel over gezegd. Maar het feit dat jij daar een mening over hebt en ook een gefundeerde mening. Hè, we zien dat het eigenlijk al maandenlang geroepen wordt. Dat wordt nu geadresseerd als fake news door LinkedIn. En dat is een van de redenen waarom jij geband bent. Ja, nee, ik word als Kamerlid geacht om de overheid te controleren. Nou, dat doe ik. Dat doe ik in de Tweede Kamer en dat doe ik ook op social media. En daar zit niet echt veel licht tussen. Dat doe ik op dezelfde manier. Ik probeer dat feitelijk te doen, inhoudelijk. En ik probeer vragen te stellen. En bij die mondkapjes was het evident. Dat sloeg werkelijk nergens op. Hè. Mark Rutte haalt dan een 2 weken oud stinkend mondkapje uit zijn zak en zet dat op. Ja, dat is hartstikke leuk dat je dan meedoet. Hè, van hashtag ik doe wel mee. Maar het heeft geen zin. En ik probeer de onzin uit die discussie te halen. Dat gold ook bijvoorbeeld voor de 1,5 meter maatregel. De WHO adviseerde 1,0 meter. Nou, de standaardafstand is blijkbaar 80 centimeter. Zij adviseren 1 meter. En dan komt het RIVM met 1,5 meter. Ja, ik vind dat vreemd. Dus dan stel ik een vraag aan Jaap van Dissel tijdens zo'n technische briefing. Van, goh, hoe kom je aan die 1,5 meter? En dan zegt hij, ja, arbitrair. We hadden ook 2 meter kunnen nemen. Ja, maar dat is niet voldoende. Ik bedoel, als je de halve horeca over de kling jaagt en failliet laat gaan, omdat je gewoon iets arbitrairs kiest. Ik vind dat vreemd. En ik vind het mijn taak om die mensen dan te beschermen. Ja, jij refereert terecht aan de WHO. Maar wat ik wel interessant vind, de WHO speelt eigenlijk een soort dubbele rol. Aan de ene kant refereer je daaraan dat je zegt van, nou, het hoeft maar 1 meter te zijn. Wij doen 1,5 meter, dus volg de WHO. Aan de andere kant is de WHO nou net het orgaan dat de guidelines heeft gedicteerd voor Big Tech, hè, voor YouTube en onder andere LinkedIn. Dus het is de lange arm van de WHO die er nu voor heeft gezorgd dat een volksvertegenwoordiger geband is van dit platform. Dat zou toch niet moeten kunnen? Ja, nou ja, indirect misschien wel, maar direct is het natuurlijk gewoon LinkedIn, eigendom van Microsoft. Ja. Dat besluit dat, nou ja, dit soort posts niet nee, kunnen. Maar er is expliciet gezegd dat ze de guidelines van de WHO volgen. Ja. En dat dient ten gevolge, zit jij nu hier? Ja, dat is waanzinnig. Maar dat geldt niet alleen voor politici, dat geldt voor iedereen. Ik vind dat zij niet het patent op de waarheid kunnen hebben. Ik vind natuurlijk wel dat een bedrijf zelf mag bepalen wat voor protocollen ze hebben. Maar als je eenmaal zo groot bent dat je, een kritisch onderdeel van de infrastructuur wordt, dan moet je daar zorgvuldig mee omgaan. En dan kun je niet de massa gaan manipuleren omdat je dat, omdat je zelf als bedrijf een bepaalde mening hebt. Dat wil niet zeggen dat alles volledig in beton gegoten is. Ja, er zijn wetenschappelijke discussies. Ik word zowel door de ene kant als door de andere kant geïnformeerd. En dan denk ik, goh, nou, ook de wetenschap is het er niet helemaal over eens. Hè. Sommigen vinden mondkapjes wel werken, sommigen niet. Nou, bij mondkapjes was het duidelijk. Iedereen vond dat ze niet werkten. Maar met die 1,5 meter afstand was er in het begin grote discussie over. Want iedereen zei, ja, een groot gedeelte van de wetenschappers zei, ja, nee, de overdracht van die druppeltjes, dat scheelt. Totdat Maurice de Hond natuurlijk kwam met zijn aerosolentheorie. En toen schoof de discussie de andere kant op. En toen bleek dat die druppeltjes eigenlijk totaal niets bijdroegen. Maar dat als wij zo in deze ruimte zitten, ook al zitten wij nu op 3 meter, dat wij gewoon in elkaars aerosolen zitten. Dus die 1,5 meter heeft geen zin. Met mondkapjes op zitten we nog steeds in elkaars aerosolen. Dus dat heeft ook geen zin. Het is veel belangrijker dat wij gezond zijn, dat het dier geventileerd raakt. En om terug te keren op jouw vraag. Het is absurd dat de WHO een richtlijn uitvaardigt en dat vervolgens een sociaal media platform gaat zeggen van, nou, jij hebt niet deze mening, dus jij wordt verwijderd. Ik vind het heel vreemd. Ja, en het schizofrene eigenlijk van LinkedIn is dat ze dan ook jouw tweede standpunt, hè, dat de IFR laat zien dat het virus beduidend minder gevaarlijk is dan in het begin werd gepropageerd. Ja. Dat dan ook weer wordt gezien als een violation van de guidelines. Terwijl dat expliciet een bevinding is van de WHO, nota bene. Ja, maar je ziet ook dat de WHO en ook de RIVM gedurende de coronacasus zijn verschoven.
In het begin zei de WHO, nou, dit is ebola. We plaatsen het op de A-lijst. Een enorme mortaliteitscijfer. Misschien wel, als je het krijgt, misschien wel 50% kans dat je dan overlijdt. Nou, dat hebben ze heel snel moeten bijstellen. En het staat geloof ik nog steeds op de A-lijst, maar daar zou het natuurlijk helemaal niet meer op moeten staan. Maar dat mortaliteitscijfer is naarmate ze meer informatie over het virus kregen, is dat bijgesteld. En nu heeft de WHO gewoon een officiële publicatie uitgevaardigd. En daar staat in, de IFR is 0,23% wereldwijd. Dat is natuurlijk ook een cijfer dat je van alle kanten kunt bekijken. Want per land zijn er verschillen, per leeftijdscohort zijn er grote verschillen. Dus je kunt niet zomaar zeggen, ja, de kans is 0,23%. Nee, dat verschilt per land, per leeftijdscohort. Er zitten heel veel variabelen nog in. Ja, en dat heet volgens mij voortschrijdend inzicht. Hè? En daar kan je over van mening verschillen. Ja, maar die 0,23% kwam van de WHO. Ja. En die heb ik gepost op LinkedIn. Ja, en in retroperspectief moeten we dan stellen dat de WHO zelf in het begin dus fake news heeft verspreid. Hè? Want zij spraken over een mortaliteitscijfer van 3-5%, geloof ik. Dan zouden er echt halve landen uitgeroeid worden. Dat stellen ze zelf bij. Dus voortschrijdend inzicht moet kunnen, lijkt me. Maar op het moment dat jij het zegt als politicus, dan is dat fake. Ja, maar ik vind eigenlijk helemaal niets fake. Als jij gewoon met de kennis van dat moment een bepaalde bewering doet. Ik denk dat de WHO echt niet kwade bedoelingen had op dat moment. Maar die heeft gezegd, nou, er is nu een virus en heel Wuhan ligt plat en er gaat van alles mis daar. Nou, op dat moment kun je zo'n bewering doen. Dan zeg je, nou, de mortaliteitscijfer is echt wel hoog. Hè? De IFR is, procenten. En een groot gedeelte van de bevolking heeft de kans om te overlijden. Nou, later bleek dat niet zo te zijn. En ze hebben dat bijgesteld. Dus ja, dat hele frame van nepnieuws, fake news, is ook wel een beetje een wapen geworden van de mensen met de andere mening. Als je mensen ridiculiseert, dan heb je heel snel de waarheid aan jouw kant. Als je mensen viruswappies of complotgekkies gaat noemen, dan schakel je ze uit omdat je ze ridiculiseert. Maar ja, ik denk dat het heel goed is om gewoon de discussie te voeren op basis van feiten. Nou, de WHO komt nu met een nieuw feit. IFR is 0,23%. Nou, laten we dat gewoon accepteren. En dat zal ook nog verder bijgesteld worden, want het gaat nog steeds verder omlaag. Ja, maar je verwacht dan ook politieke veranderingen. Dat er implicaties zijn als dat cijfer er komt. Dan ga je ook denken van, nou, het is misschien wat geruststellender. Maar dat signaal zie je niet. Nee, totaal niet. Ons kabinet ziet ook die cijfers. En die gaan over tot steeds strengere maatregelen. Terwijl uit alle onderzoeken blijkt dat die maatregelen werkelijk niets bijdragen. Mondkapjes dragen niets bij. Die anderhalf meter draagt niets bij. Het aantal besmettingen dat herleiden was naar de horeca was 2,6%. Dan gaan we de horeca sluiten, waardoor de horeca massaal failliet gaat. Dat draagt allemaal niets bij. Dus je vraagt je af, met de kennis van nu, waarom nog steeds dit soort bizarre maatregelen worden genomen. Ja, en jij hebt daar een fantastisch betoog over gehouden in de Tweede Kamer. Die video is op YouTube ruim 350.000 keer bekeken. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar nog even bij stilstaan. Voorzitter, we bevinden ons in een sociale, culturele, economische en medische crisis. Niet door het coronavirus, maar door de verkeerde maatregelen die dit kabinet heeft genomen. Langzaam raken we onze vrijheid kwijt. Onze bedrijven gaan failliet, de kroegen en restaurants sluiten de deuren. De kermis houdt op te bestaan en onze premier houdt lachend vol dat we het samen doen. Maar voorzitter, we doen helemaal niets samen. De mensen die deze coronamaatregelen opleggen, merken helemaal niets van corona. Ze krijgen gewoon een salaris van 10.000 euro per maand en liggen niet wakker omdat hun levenswerk kapot gaat. Door een kabinet dat vanwege bezuinigingen het aantal intensive care bedden halveerde van 2200 naar 1100 bedden en verschillende ziekenhuizen heeft gesloten. Een kabinet dat in februari een vliegtuig vol medische hulpmiddelen naar het Chinese Wuhan stuurde. En toen het coronavirus toch plotseling naar Nederland kwam, hadden we geen mondkapjes meer, geen handschoenen meer, helemaal niks. En een groot aantal ouderen in verzorgingstehuizen is mogelijk overleden door deze ongelofelijke blunders. En het overheidsfalen stopt daar niet mee. We kregen vervolgens een onbetrouwbare corona-app, waardoor hele volksstammen ten onrechte 10 dagen in quarantaine gaan. Voorzitter. Oud en nieuw wordt een dystopische ervaring. Met 3 gasten samen huilen en terugdenken aan vroeger toen we nog vrij waren. En we mogen nog geen babyvuurpijltje afsteken. Voorzitter, de algehele ontkenning van feiten is nog wel het meest verwijtbaar.
Met een IFR van 0,23% wereldwijd en een IFR van 0,7% in Nederland zou je echt andere maatregelen kunnen en moeten nemen. Ja, dat was een lange zit, maar ik vond het boeiend en belangrijk om het toch even te laten zien. Oud en nieuw staat voor de deur. Kerst zitten we middenin. Rutte en de jongen lijken niet echt heel erg onder de indruk van alles wat je zegt. Terwijl alles wat je zegt is volgens mij urgent, belangrijk en volgens mij ook nog eens feitelijk correct. Maar de trein dendert maar door. Ja, ja, nou ja, je ziet het. Hè. Ben je niet gewoon een volstrekt roepende in de woestijn? Denk je niet wel eens van, wat doe ik hier in die Tweede Kamer? Nou ja, we zijn met z'n tweeën, hè. Thierry en ik. We hebben alle twee hetzelfde verhaal. En ik doe dan toevallig de coronadebatten. Maar de sfeer is niet anders dan bij debatten over Europa of over het klimaat of over massa-immigratie. En die doet Thierry allemaal. Dus, maar daar wordt ook niet naar geluisterd. En daar heeft hij feitelijk ook gelijk. Alleen ja, nu komt het wat meer binnen bij de mensen. Omdat ja, corona tast je echt aan in je vrijheid. Hè, echt direct. Je mag dus straks maar met drie gasten kerst vieren. Ja, ik vind dat echt weerzinwekkend. En het gebrek aan logica er ook in. Hè? Ik mag dus wel mijn schoonmoeder op bezoek krijgen bij mijn gezin van 6 personen. Geen probleem. Maar ik mag niet met mijn gezin van 6 personen naar mijn schoonmoeder. Want dan ga ik met 6 personen op bezoek bij iemand. Ja, ik begrijp dat gewoon niet. Ik ben ook ingenieur, dus ik hou van de feiten. Maar ik begrijp gewoon niet hoe je als weldenkende overheid met dit soort onzin op de proppen kan komen. Wiebren, ik zit hier niet om Forum voor Democratie te promoten. Ik zit hier omdat ik jou als persoon heel amabel en interessant vind. Ik volg jou al maanden en alles wat je zegt komt bij mij binnen als oprecht en juist. Dus dat is ook de reden waarom ik het zo belangrijk vind dat jij hier een stem krijgt. Als jij kijkt naar Mark Rutte, de persoon Mark Rutte, wat hij doet en wat hij zegt. Wat vind jij daar dan van? Het is natuurlijk een hele persoonlijke vraag. Hè? Maar ik kijk altijd vooral naar het gedrag van mensen. Wat ze zeggen, wat ze doen. Los van hun partijprogramma. Is het niet ontzettend raar, de draai die hij heeft gemaakt, waarin je voornamelijk zag dat hij voor de economie was, voor de ondernemer. En nu eigenlijk dat volledig heeft laten varen? Ja, ik vind het een hele interessante vraag. Maar kijk, het grote probleem is, ik ben geen politicus. Ik ben gewoon eigenlijk een gefrustreerde ondernemer. Of een gefrustreerde ingenieur, zo je wilt. En Mark Rutte is een briljant debater, is een raspoliticus. En die gedijt daar als een vis in het water. En ik niet. Dus het is voor hem, denk ik, veel makkelijker om een beetje met het riet mee te waaien. En dat kleeft ook niet aan hem. En hij kan dat ook op een prachtige manier kan hij dat uitleggen. Voor mij is dat niet mogelijk. Dus wat dat betreft ben ik totaal in verwarring door een eigenlijk liberale premier die nu compleet dystopische maatregelen aan het opleggen is. Je zegt, ik kan mezelf dan niet in de spiegel aankijken en hij kan dat kennelijk wel. Ja, hij kan het heel goed. Hij is wat dat betreft een briljante politicus. En ik vind het echt fascinerend om daarnaar te kijken. Ik had op een gegeven moment een soort interruptiedebatje met hem. En dan zei ik, ja, die 1,5 meter maatregel, die vind ik al belachelijk. Maar waarom mogen alle sporten dan niet doorgaan? Want als je met elkaar gaat tennissen, sta je op 20 meter afstand. Dus ik met mijn domme ingenieursblik dacht van, nou, ik heb een oplossing. Hè? Ik probeer in oplossingen te denken. En toen zei hij van, ja, maar meneer Van Hagen, we zijn hier bezig een crisis te managen. En meneer Van Hagen wil gaan tennissen. Ja, dan ben je af. Dat is hartstikke mooi. Prachtig gedaan. Alleen, ik heb nog steeds wel gelijk. En hij niet, maar hij wint wel. En dan denk ik, ja, je kunt daar wel balorig over doen, over dat getennis. Maar het staat natuurlijk symbool voor heel veel andere sporten of heel veel andere onderdelen van de samenleving die door al dit soort idiote maatregelen dicht moeten. Maar er zijn ook, geloof ik, 300.000 mensen die tennissen. En dus er zijn ook heel veel tennistrainers en tennisscholen, die zijn ervan afhankelijk. Dus als je een maatregel instelt, denk er een beetje over na. En ik heb het idee dat er op geen enkele manier echt wordt doorgedacht over de gevolgen van de maatregelen die ze instellen. Maar gek genoeg zien wij niet massaal protest. We zien niet een volk dat denkt, dit is disproportioneel. De mensen die ik spreek, ja, ik spreek natuurlijk mensen die gelijk gestemd zijn, maar ik spreek ook ongelooflijk veel mensen die gewoon vinden dat Rutte het best prima doet. Ja. Zijn wij dan in de war? Kijk je daar zelf ook wel eens naar dat je denkt van, misschien heb ik het wel helemaal fout?
Nou, heel veel mensen worden ook nauwelijks geraakt door de maatregelen. Als jij ambtenaar bent, dan krijg je een thuiswerkvergoeding. En dan kan je thuiswerken. Dan mis je natuurlijk wel het sociale contact. Maar je wordt niet echt in je levensonderhoud bedreigd. Als je een van de 2 miljoen ondernemers bent op dit moment, dan lig je met je rug op de grond. Je ligt op de rug en je mag hopen dat je de kerst haalt. Zou het zo banaal zijn, dus omdat mensen nog niet geraakt zijn of denken van nou, het is nog een beetje ver weg, dan heb ik er niet zo'n sterke mening over. Zou dat het zijn? Nou, ik denk dat de indoctrinatie door de overheid, hè, ook door de staatspropaganda, fenomenaal is. Die werkt heel goed. Dus als je maar vaak genoeg hoort dat je de zwakkeren aan het beschermen bent door jezelf te beperken, dan ga je daar blijkbaar aan meedoen. Maar goed, als jij in de evenementenbranche of in de reisbranche of in de horeca zit en je bent alles aan het kwijtraken voor niets, hè, zonder reden, zonder dat er echt een aantoonbaar bewijs is voor die maatregelen, ja, dan schuif je wel snel op. En die hoor je vaak niet. Je hoort wel heel veel van die mensen die zeggen, nou ja, je moet je mondkapje opdoen, want je moet mijn oma beschermen. Jij moet ook deugen. Ja, dus ja. De ruimte in het debat is wel weg. En ik denk dat je veel meer hoort van de mensen die voor de maatregelen zijn dan tegen de maatregelen. Ja. En het lijkt allemaal nog een stap erger te worden. Want jij hebt je de afgelopen tijd druk gemaakt om de dubieuze PCR-test en de mondkapjesplicht. Maar de testwoede van de overheid gaat verder. En daar wist Marieke van der Zilver al iets over te onthullen bij het programma Bo. Het kabinet is nu echt groots aan het inzetten op dat echt grootschalige testen. En dat gaat dan stap voor stap. De jongen zei het, in januari willen ze dus beginnen met iedereen in 1 gemeente te testen. Mm-hmm. Dat doen ze nu bijvoorbeeld in Liverpool. Dan wordt iedereen opgeroepen, dan kan iedereen getest worden, mensen met en zonder klachten. En dan haal je toch een heleboel extra mensen die toch het virus al bij zich dragen, maar die dat nog niet weten. Is dan het idee, die haal je daar al uit, die zorg je dat die het virus niet verder gaan verspreiden. Daar gaan ze dus mee beginnen. Nou, als dat dan goed gaat, zo begrijp ik, dan willen ze dat in februari uitbreiden eigenlijk naar een hele regio. Dus dan gaan ze een hele regio, zeg Twente. Kijken of je dus allemaal mensen er dus uit kunt filteren die normaal niet zouden komen. Ja, die dus eerder in quarantaine gaan, die ook eerder hun contacten weer op kunnen geven, die dan eventueel weer eerder in quarantaine kunnen gaan in andere regio's. Dus gewoon om meer zicht te houden op de verspreiding van het virus. En als dat goed gaat, dat februari, dan is zelfs wat er dan nu in het kabinet, wat ik begrijp, een stip op de horizon wordt genoemd, is dat we vanaf maart, dus als het allemaal goed werkt en de testcapaciteit blijft ook voldoende op orde, dat het kabinet erop in wil zetten om vanaf maart iedereen in heel Nederland 1 keer per maand te laten testen. Ja, kritiekloos werd dit ongelooflijk bizarre nieuws ontvangen door Bo. De mensen aan tafel die hadden er ook volgens mij niet al te veel moeite mee. Ernst Kuipers die keek er een beetje lacherig bij. En ik denk dat als het meisje niet zo'n leuk hoofd had gehad, dat ik er helemaal niet naar had kunnen kijken. Maar wat hier gezegd wordt is eigenlijk dat we naar een volledige surveillance testcultuur gaan. Hè? Ja, dit is angstwekkend. Ik vond het met die PCR-test al heel vreemd. Want met de PCR-test was van alles mis. De PCR-test is een prima test, hè? Maar daar werd aan gerommeld, het aantal cycli werd omhoog geschroefd, het aantal targets waarop getest werd omlaag gebracht. Er werd sowieso gerapporteerd in absolute getallen. Dus er werden op een gegeven moment 10.000 positieve tests afgenomen. Maar er werd helemaal niet gerelateerd aan hoeveel testen er werden afgenomen. En als je de volgende dag 2 keer zoveel tests afneemt, hè, je gaat van 100.000 naar 200.000 tests en je vindt dan 12.000 tests. Oh, 20% meer. Dus, er wordt gegoocheld met cijfers. Ja, en dit soort dingen. Met iedere maand alle gezonde mensen testen. Ik vind het echt heel vreemd dat wij ons als groep zo laten knechten. Ja, te meer ook omdat al lang bekend is dat asymptomatische mensen vooral vals positief zullen testen. Dat is ook maandenlang geroepen door de jongeren. Ga niet testen als je geen klachten hebt. En nu willen ze dus gewoon iedereen testen, ongeacht of je wel of geen klachten hebt. Dat betekent dat de uitkomst natuurlijk bekend is, dat natuurlijk heel veel vals positieven zullen komen.
Ja, maar dat, was met die PCR-test natuurlijk ook al zo. Als jij in het half jaar daarvoor corona had gehad, dan test je nog steeds positief. Op een oud stukje RNA, ja. Ja, want het test alleen een viraal brokstukje RNA. Ja. Dus zo'n test zegt niet zoveel. Bovendien, bij een hele lage prevalentie, ja, is de foutenmarge zo hoog dat je ook een ongelooflijke foutenmarge in je aantal positieve tests krijgt. Ja, moeten we even toelichten. Lage prevalentie is dus in hoezeer, in welke mate eigenlijk het virus actief is. Hè? Ja, dus als, ja. Als de prevalentie 1 promiel is, hè, dus 1 op de 1000 heeft corona, en je hebt een foutenmarge standaard van 3% of iets dergelijks, ik noem maar wat, ja, dan test je 1000 mensen, dan vind je die ene persoon met corona en dan vind je ook 30 fout positieve. Dan heb je dus 31 mensen met een positieve coronatest, waarvan er dus 30 fout positief zijn. Nou, dat is 97% fout positief. Ja. En dan is dat dus niks waard. En zo hebben we heel erg lang getest. Natuurlijk wordt dat veel minder als je prevalentie hoger wordt. Maar dan nog steeds begrijp ik niet de onwil van een Hugo de Jonge om toe te geven dat een PCR-test alleen maar een indicatie is. Daarnaast moet je klinisch onderzoek gaan doen. Nou, ik ben geen arts. Maar als al die hoogleraren mij vertellen dat een PCR-test alleen maar een indicatie is, en je daarna dus een bloedtest, een longfoto, een verdere diagnose door een arts moet laten vaststellen, dan is dat toch niet zo gek om dat over te nemen. Maar die PCR-test werd heilig. Nou, nu gaan we met een andere test gaan we weer een heel protocol invoeren. Ik begrijp dat echt niet. En ik begrijp ook niet dat wij als volk, en we zijn toch al honderden jaren gewend aan een enorme vrijheid, dat we dit zomaar over ons heen laten komen. Ja, daar sluit ik mij volledig bij aan. Ik ben half Italiaans, maar ik voel me Nederlander. En ik voel me de laatste tijd erg vervreemd van het Nederlanderschap. Want ik dacht altijd dat wij Nederlanders nuchtere, down-to-earth mensen waren die, ja, eigenlijk met dit soort zaken redelijk relativerend zouden kunnen omgaan. Hè? En dat we, ja, niet zo angstig in elkaar zouden zitten en ook niet zo volgzaam zouden zijn. Maar het tegendeel blijkt waar. Hè? Ja, nou, wat mij het meest verbaast is dat de mensen die heel erg vinden dat ze deugen, dus die mondkapjes opdoen, hè, ook al weten ze dat het niet werkt, dat die ook nog de volgende stap zetten. En als jij, ik laat mijn hond wel eens uit in het bos, en dan loopt daar iemand in het bos zijn hond uit te laten met een mondkapje op. En die spreekt mij dan aan op het feit dat ik geen mondkapje op heb. In het bos? In het bos. Ja, je ziet het meest. Kijk, ik vind een echte viruswappie is iemand die dit soort dingen doet. Iemand die in zijn eentje in een auto zit met een mondkapje op. Dat vind ik een viruswappie. Niet iemand die aan het afwegen is of de maatregelen proportioneel zijn, of dat die 1,5 meter precies werkt, of he, en Maurice de Hond die aan het onderzoeken is van, nou, hoe bewegen die aerosolen zich nu? Dat zijn niet de viruswappies. De viruswappies zijn mensen die zonder na te denken dit soort dystopische maatregelen overnemen en inderdaad in hun eentje in een auto gaan zitten met een mondkapje op, of door het bos gaan lopen met een hond met een mondkapje op. Nou, ik denk dat we daarmee een heel groot misverstand uit de wereld hebben geholpen. We weten nu eindelijk wat een viruswappie betekent. De viruswappies zijn kennelijk de mensen die dus klakloos volgen en denken, het is de overheid die het roept, dus het zal wel waar zijn. En ik denk dat het ook goed is om je bewust te zijn dat het heel belangrijk is om zelf onderzoek te doen. Ga op zoek naar informatie en ga ook nadenken welke kant je op wil met jouw toekomst, met het land. En ga ook nadenken welke politieke keuze je gaat maken in maart. Ik vind jou in ieder geval een heel betrouwbaar iemand, een amabel iemand. Ik heb je, wat ik al eerder zei, maandenlang gevolgd. Ik wilde jou ook al heel graag spreken. Het is nu gelukt. En daarmee wil ik jullie absoluut niet een kant op bewegen. Denk zelf goed na, maak je eigen keuzes. Deel deze video, donaties zijn altijd welkom. Maar nogmaals, denk goed na, ga op onderzoek uit en ga nadenken welke kant je op wil met de toekomst van dit land.